Nou Kate, nu zijn we in de memento-ruimte aangekomen. De laatste ruimte voor vandaag. Wat de mensen hier komen doen, is de as op komen halen. Dan kunnen ze een afspraak maken en dan kunnen we hier met hun de as netjes overhandigen in een mooie urn. He? Bijvoorbeeld een urn zoals je hier ziet. En verder hebben we ook sieraden. Wat voor sieraden zijn er dan allemaal? We hebben heel veel verschillende soorten sieraden. Kijk, hier heb je een aantal sieraden. Dat zijn hangertjes, we gaan een kettingje. En in die hangertjes kun je de as doen van de overledene. Maar we hebben ook sieraden waar bijvoorbeeld een vingerafdruk in kan. Dat je altijd in gedachten bij je kan zijn. En voor de rest hebben we nog bedelarmbandjes en van allerlei andere dingen. Ik zag hier ook stenen liggen. Wat voor stenen zijn dat? Dat heb je heel goed gezien. Kijk, dat zijn deze stenen en die noemen we knuffelkeitjes. Hier kun je dus de as in doen van de overledene. En dan kun je altijd degene die je lief hebt bij je houden en knuffelen.